Hij is er weken mee bezig geweest. Gitaarleraar en muzikant Frank Ong-Alok uit Zoetermeer. Het organiseren van het concert dat dus voorlopig niet doorgaat. We hebben een plan helemaal gereed staan met alle artiesten die zich belangeloos hebben opgegeven. Dus ja, we hebben heel wat werk verzet. Op 17 september zou het herdenkingsconcert voor de slachtoffers van de vliegramp in Arnhem worden gehouden. Maar deze week wordt duidelijk dat er ook een landelijke herdenking zal zijn in november. Ong-Alok wil de organisatie van die herdenking niet voor de voeten lopen. Onze insteek was een muzikale herdenking, hè, met bekende artiesten en wat grootser opgezet. Nu zouden er dan twee nationale herdenkingen zijn op korte termijn en dat wilden we eigenlijk niet in de wielen rijden. Alle plannen voor het herdenkingsconcert kunnen voorlopig de ijskast in. Zo ook de honderden euro's die de afgelopen weken zijn ingezameld door de organiserende stichting. Maar wellicht is dat allemaal niet voor niets. Een vervolgstap zou kunnen zijn dat we samenwerking zoeken met de nationale herdenking. Om het op 10 november op een of andere manier misschien te kunnen combineren. Maar dat laat ik geheel aan hen over en aan de nabestaanden uiteraard. Want die moeten bepalen hoe hun herdenking eruit gaat zien. Dat doen wij niet.